Maar laten we even uitleggen wat ruimte, wat iedereen interpreteert. Het is hetzelfde als bijvoorbeeld iemand helpen in het veld. Ja. Dan denk je altijd dat je naar iemand toe moet. Ja? Maar je helpt iemand het meest als je een keer wegloopt. Dus bijvoorbeeld, stel dat ik een bal heb, ik speel graag 1-1. Dus mij helpt wil zeggen dat je weg moet lopen. Ja. Maar iedereen zegt, hey, help eens iemand, wil zeggen dat je naar iemand toe komt. Ja. Dus dat, heb je één woord met twee totaal verschillende definities. Ja, ja. Nou, zo kun je een heleboel invullen en met die ruit is hetzelfde. Want zoals ik hem opschrijf, schrijf geen mensen hem op. Ja. En hun praten over een ruit. Als je het hier en hier zet en hier twee. Ik speel met een ruit zo. En dat is dit, mijn ruit. Zo spel ik het. Ja. En als dit niet, en als je bijvoorbeeld een type verbast hebt, om het te noemen, dan haal ik deze weg en die zet ik dan hier. Dus ik zou nooit met een ruit spelen als je een wereldspits hebt. Griekenland. Tegen Griekenland praten ze dus over hetzelfde, hè, over dit. En dan spelen ze hier in het midden en dan spelen ze hierheen en hierheen. Ja. En moeten wil je nou aan van verdediging de zijkanten gebruiken? Wie gaat dat doen? Ja. Op het moment dat deze het gaat doen, heb je al geen ruit meer. Nee. Je hebt geen aanspel mogelijk meer. En laat je die doen, bij elk balverlies, staan ze hier met drie man. Ja. Tegenwoordig spelen ze zo. En dan heb je hier nog twee en hier nog één. Zo spelen ze vroeger. Nou, zo spelen ze tegenwoordig. Ja. Nou, je hebt Chelsea gezien, als ze even die twee balverlies hebben, staan ze hier 1-1. Daar hou ik niet van. Ik ben veel verdediger ingesteld dan de meeste denken. Dat ik speel altijd met drie man. Nou, ik zou zo nooit. Wij hebben ook zo vroeger gespeeld. Met Jan samen. Jan speelde hier. Er speelde niks een beetje hier. Maar dan, wat ze toen deden, was dus de linksback eruit halen. Krol in die toen die tijd. En dan kreeg je weer je ruit in het midden. En zo hebben we met Barcelona altijd gespeeld. Dat heb ik tegen hem gezegd. Ja. Dus toen wij met drie man speelden, dan speel je hier tegen twee spitsen. Ja. Nou, als de tegenpartij de bal hebt, hè, want daar begin je ermee. Er komt een van jouw middenvelders. Die komt dan hier te spelen, want hun spelen ook natuurlijk. Maar op het moment dat je bal bezit hebt, dan moet deze naar binnen. Dan krijg je hier een ruimte. Dan moet deze diepte maken. En dan moet deze diepte maken. En op dat moment gaat een van deze spelers gaat lopen. Daarom waren dit ook altijd oude buitenspelers. Servici of niet anders. Dat waren goede voetballers. Reiziger. Dus die ging lopen. Dan bereik je twee dingen. Als die spits niet reageert, dan gaat het hele elftal kankeren plus die trainer. Dat is één. En tweede, als hij het wel doet, als hij dat 10 keer gedaan heeft, is hij totaal los en is hij vooruit, dus niet meer gevaarlijk.